De doelstelling van Opera Zuid tijdens het traject van Digitaal DNA is dat wij onderzoek wilden doen naar de digitale kanalen op dit moment en of wij daar een verdienmodel aan konden koppelen. Onze grote wens was eigenlijk om operaproducties in de bioscoop te vertonen en we hebben onderzocht of dit financieel haalbaar is voor Opera Zuid. Wat verrassend was aan het traject is eigenlijk de samenwerking met culturele partners. Ondanks dat zij hele diverse achtergronden hadden, was het heel fijn om te zien dat iedereen eigenlijk bezig is met digitale innovatie op zijn eigen manier. Maar juist dat proces en hoe iedereen aan de slag ging met zijn eigen onderzoeksvraag was verfrissend en zorgde voor een positieve sfeer. Een onverwachte wending was eigenlijk de samenwerking met de HKU-studenten. Zij zorgden eigenlijk voor een frisse blik op de belevingswereld van jongeren. Samen met de studenten hebben we een aanzet gedaan tot doelgroeponderzoek. En dit zouden we graag nog verder willen uitwerken. Het belangrijkste wat wij geleerd hebben is dat er daadwerkelijk ontzettend veel interesse is bij de bioscopen om onze Opera Zuid-producties in de bioscopen te vertonen. Het traject van Digitaal DNA is voor Opera Zuid geslaagd omdat de complexe vraag die we hadden verder beantwoord is. En we een heel duidelijk overzicht hebben gekregen waar we naartoe willen en hoe we dit verder moeten gaan doen. De vervolgstappen die voor Opera Zuid nog te nemen zijn, is verder werken met het doelgroeponderzoek naar de belevingswereld van jongeren over opera. En daarnaast zijn we bezig met het aanschrijven van fondsenwerving om daadwerkelijk operaproducties in de bioscoop te krijgen. Wat wij van Digitaal DNA hebben geleerd is een complexe onderzoeksvraag in stappen op te delen. Om zo meer inzicht in het proces te krijgen, een helder overzicht te krijgen en met die stappen aan de slag te gaan. Een tip voor collega's is eigenlijk blijf nieuwsgierig, volg digitale ontwikkeling. Schroom ook niet om expertise in te schakelen en sluit aan bij digitale innovatie, bij ondernemingen die je interessant vindt en durf hen ook om hulp te vragen. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden.